een hele goede avond. Hartelijk welkom dat jullie grote getallen naar Theater Nieuws zijn gekomen. We zijn wel een gezellig groepje met z'n allen. Super. Welkom bij, bij de halve finale van het Rabo Camus Kleinkunstfestival. Zijn er mensen voor het eerst? Nou, het Camus Kleinkunstfestival, ik moet overzeggen, is het Rabo Camus Kleinkunstfestival. Dat organiseren we al, denk ik, een jaar of 7. Vanuit het oude Camus, toen we nog in Voorburg zaten. Ja. En het Camus Kleinkunstfestival zoals we hem nu hier presenteren op de Damlaan, in professionele vorm, is een jaar of, ja, nu 3 jaar. Het is het derde seizoen die we hier nu draaien. In het kort, het Rabo Camus Kleinkunstfestival bestaat uit een 7-tal voorrondes. Die doen het seizoen van september tot en met april. Elke voorronde gaan 5 deelnemers op. Uit die 7 voorrondes, 35 deelnemers, zijn 10 kwartfinalisten geselecteerd. Nou, helemaal in het begin deden wij het open podium. Toen kon echt iedereen langskomen. Dan trad er van alles op: goochelaars, meme-spelers. En de laatste jaren hebben we het beperkt tot kleinkunstfestival. Dus echt alleen maar cabaret, muziek, toneel. Die hebben gestreden op een plek in de halve finale, dat is afgelopen weekend. Dus uit die 10 zijn er 5 geselecteerd voor de halve finale van vanavond. En zij strijden met z'n 5 om 3 finale plaatsen. Het aanstaande zaterdag, dat is dus de finale. Ja, een hoop bezoekers. Het publiek vindt het leuk om er naartoe te komen. Waarom? Je krijgt een hele gevarieerde avond voor betrekkelijk weinig geld. De toegangsprijs voor een voorronde is 5 euro. En er treden dus per avond 5 deelnemers op. Dus je hebt eigenlijk per optreden. Het kost een euro per optreden. Nou, waar vind je dat nog terug? Dus het is best spannend vanavond. We moeten er dus 2 Het veldruimen om de overige 3 in de finale te laten plaatsen van aanstaande zaterdag. Nou, het is geen concurrent. Kijk, je hebt het Leidse Cabaret Festival, je hebt het Amsterdam Kleinkunstfestival, Kamaretten. En toevallig hoorde ik vorige week iemand zeggen van jullie zijn de 4e in lijn. Wel een compliment om te horen dat zo'n klein theatertje hier in Leidschendam, dus die 4e in lijn is. Dus je hebt Amsterdam Kleinkunstfestival, Kamaret, het Leids Cabaret Festival. En we worden dus al heel snel daarna genoemd. Dus we hebben wel een plek, niet alleen in de regio, maar ook dus landelijk. Okay. Wij gaan van start, als dat achter ook kan. Ja. Wij gaan van start met de eerste deelnemer van vanavond. Dat is Koen Jutte. Hij stond in de voorronde van september. En heeft dus de kwartfinales overleefd en staat nu op het podium. Hij komt uit Amsterdam, is 43 jaar. Geef u een warm applaus, Koen Jutte. Uitverkochte zaal. Laat ik dat zo stellen. Leuk jongens. Koen Jutte. Wat vond je zelf van het optreden? Een 7. Met dat zingen, dat vind ik heerlijk. Dat gaat me makkelijk af, maar hiervoor. Wat blijkt, je moet als cabaretier vuurtje stoken, olie op het vuur gooien, een statement maken. Je moet one-liners. Je moet ook een beetje opwinden over van alles. En dat zit gewoon niet in mijn aard. Nee, eigenlijk als je het gewoon een beetje goed hard zegt, dan heb ik hier gewoon weinig te zoeken. Ik denk wel de afgelopen 3 jaar 1 keer per week. Dus zeg maar, dit was
afgelopen hier één keer per week, nou reken maar uit. Ongeveer de 160ste keer. En dan had ik een plastic knuppel in mijn hand, en liep ik zo naar voren. En dan ging Rolf mij vervolgens met die plastic knuppel heel hard in elkaar timmeren. En ja, en toen dacht ik, Koen, terwijl dat gebeurde, dacht ik, ja, voor de zoveelste keer wordt daar heel hard gelachen in de zaal door in dit geval 499 Rob Campus fans. Je bent in het begin zo hartstikke goed bezig, maar volgens mij ben je toe aan de volgende stap. Dat dacht ik. Ja. En mensen, die stap ga ik nu symbolisch maken. Komt-ie. Alleen. Ja. Ik heb ook... Doe je ook mee aan bijvoorbeeld het Leids Cabaret Festival of andere cabaret? Nee, ik heb wel aan het Amsterdams Kleinkunstfestival meegedaan vorig jaar. En toen kwam ik in de finale. En toen heb ik... maar ik vind dat ik nu... Dat het beter ging dan toen in de finale, moet ik zo maar even zeggen. Wat vind je dat beter nu? Nou, het programma is beter. Ik weet beter wat ik wil zeggen en waarom ik er sta. Okay. Als jij tegen mij zegt, hoe heet jij? Henk. Henk, als jij tegen mij zou zeggen... Ja, je denkt, ik ga twee rij zitten, weet je wel. Maar kijk, je toch vooraan. Henk, stel je zou tegen mij zeggen, Koen, ik vind jou een lul. Dan zeg ik, nou, Henk, dan vind je ook een lul, maar dan half zo groot. Interactie met het publiek, is dat voor jou heel belangrijk? Ja, dat is altijd. Dat ben ik altijd van. Maar het is nu beter omdat het... voorheen was ik een blije eikel. En nu ben ik nuchter. Als model, als rol op het toneel. En dat past beter. En dat ik dan een beetje positief blijk te zijn. Een positief nuchtere persoon. Dat krijg je dan mee. Maar dat zit dan niet zo opgelegd. Dat is beter. Past beter, ja. Ik moet eerlijk bekennen. Toevallig gisteren heb ik een... een beetje een blunder gemaakt met dat vermogen om het te relativeren. De moeder van mijn vriendin is 2 weken geleden overleden. En mijn vriendin houdt zich groot, hè. Er valt ook heel veel te regelen en zo, dat is allemaal heel gedoe. En ze logeert een tijdje met haar vader, bij de vader, om hem ook te steunen. En dan had ik er gisteren aan de telefoon. En toen kwam het verdriet, kwam er dan toch uit. En dan wil ik gewoon iets in dat gesprek kunnen zeggen waar ze wat aan heeft. Weet je, wat er echt helpt, ik wil er voor haar zijn. En wat wil nou het geval? Ze kon het prima vinden met de moeder, maar toch ja, een stuk beter met de vader. Echt een hele goede klik met de vader. Dus ik zei, schatje, ja, helemaal om het verlies van je moeder. Laat het gewoon maar gaan. Gewoon al die gevoelens, belangrijk. Maar ja, wees blij dat in ieder geval niet je vader als eerste is overleden. Ja, dat is gewoon niet handig. Nee. En het onderwerp? Is dat iets wat je hebt uitgeprobeerd? Of is het de eerste keer wat je... Wat is volgens jou het onderwerp? Nou, het onderwerp wat jij had, zeg maar, met die vriendin die je uiteindelijk wilt bellen. Ik heb een haat-liefde verhouding met mijn vermogen om alles te relativeren. Dat is vooral wat ik hier laat zien. Enerzijds ben ik er trots op, dat ik gewoon van alles meerdere kanten kan zien. Maar anderzijds ben ik ook niet zo'n, ja, zou ik best wel meer een gevoelsmens willen zijn. Bijvoorbeeld... Ik laat niet snel gaan of zo. En dat is in deze. Ik heb het zo bedacht dat het hier onhandig blijkt. Dat ik met mijn vriendin zo'n waanzinnige domme relativering doe. Van nou, wees blij dat je vader niet als eerste is overleden. Wat klopt. Want ze kon het beter met de vader vinden. Maar ja, weet je, qua timing. Kies een beter moment. Dat is eigenlijk. En dat is dan de rode draad geworden. Zeg maar, die haat-liefde verhouding. Met mijn nuchterheid. En uiteindelijk is het als een nuchtere cabaretier is het ook een extra handicap. Want een cabaretier moet gewoon zich druk maken, lekker opfokken en mensen prikkelen. En dat doe ik ook niet. Althans, dat zeg ik. Een goed optreden verder. Ja, ik vond het een 7. Ik zat in het begin zat ik te snel. Ik heb als rol een beetje... Nou, hier sta ik dan. Dat is mijn rol.
ik ben nuchter, ik krijg het weer niet zo snel opgefokt. Maar ondertussen vertelde ik het iets te opgefokt. Dus dat klopte niet. Dat was vorige keer beter. De tweede helft van het programma werd beter. Toen had ik, toen had ik beter te pakken wie ik wilde zijn op dat toneel. En bovendien, wat ook beter ging, was Nuchter Man. Ik heb zo'n act met dat ik boven de wereld zweef. En voorheen, ik heb dat nu als droom neergezet. Dat ik een droom had, een hele rare droom, dat ik boven de wereld zweef en dat ik dan als een soort Superman, maar dan niet sterk, maar nuchter man ben ik dan. Nou, dat hele rare droom. En dan maak ik allemaal gekke dingen mee. En dat is nu, in die context van die droom, valt dat beter. Dus daar ben ik heel blij mee, met die uitkomst van dat experiment, van die verandering, zeg maar. Oké, hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. En als je zo bekijkt in de nuchter man, ja, dan... En toen ging ik door en zei ik, nou... Maar dat kanker nou 37.000 maal zo erg is, oké, maar zelfs de ziekte van Driel is 4 keer zo erg. En dan wisten ze niet wat dat was. En toen zei ik van, nou, dat is een vlieg, die prikt op je arm. En dan kun je ziek aan worden, dan kun je die ziekte krijgen en dan kun je aan dood gaan. Maar die vlieg is heel erg lief. Een beetje banger. Eigenlijk wil hij helemaal niet prikken. En toen zei iemand uit de zaal, die zei toen, oh, met andere woorden, een of andere totaal onbekende angsthazerige vlieg is 4 keer zo gevaarlijk als het hele Al-Qaeda van ons. Kun jij lachen? Hey, als je het zo bekijkt, dan zijn we eigenlijk een streepje ordinaire prutsers. Ongelooflijk. Ik zeg, nou, jij zegt het. Ja, god, wat een gekke situatie. En toen hebben ze gezegd, nou weet je, we kappen er uiteindelijk mee. In die zin dat we de bommen nog wel opmaken. Maar dat we uiteindelijk door willen groeien naar een organisatie, ja, die gewoon wat vaker wat flyers gaat uitdelen bij de katholieke kerk. Ja, toen werd ik wakker. En toen dacht ik, nou, wel een leuke droom. Ja, ik vond het hartstikke leuk. Spannend! Ja, erg spannend. Wie er uiteindelijk naar doorgaat. Ja, nou, ik moet zeggen, ik vond ze alle 5 erg goed. Dus ik ben blij dat ik geen jury ben in ieder geval. Ik heb wel een voorkeur, ja, dat wel. Maar ik laat het aan de jury helemaal over. Gaat het vaker naar dit soort kerkenfestivals? Nee, dat, het is de eerste keer, maar ik ga zeker nu wel vaker, ja. Vond u wel leuk aan, hoor? Ja, nou, ik ben wel gek op cabaretiers, zeg maar. Dus het is eigenlijk de eerste keer dat ik hiernaar ben bezig kijken. Maar het bevalt echt goed, dus zeker geschikt voor een tweede keer. Waarom komen mensen die in een vliegtuig voor of achter je zitten? Altijd uit Brabant. Ik vind dat eigenlijk best wel heel frappant. Het is ook geen promotie van ons land. Brabant, het is de dood voor de promotie van ons land. Waarom doen we het niet aan de Belgen van de hand? Voor mij is het sowieso een heel ver buitenland. Brabant, Brabant. Zitten er Brabants in de zaal? Ja, moet iemand ja zeggen? Zeker. Ja. Ja, hoe heet je? Nancy. Nancy. En waar kom je vandaan uit Brabant? Rijsbergen, klein dorpje bij Breda. Rijsbergen. Dat is een hele fraaie gemeente. Ik ben er een keer geweest van Nancy. Nancy, mijn nederige excuses. Het is de dood voor de promotie van ons land. Waarom doen we niet aan de Belgen? Ja, wat heb je eigenlijk tegen Brabanders? Niets. Ik heb niets tegen Brabanders. Het viel me wel op een dag. Ik kwam terug van een vakantie en dat me echt opviel dat ik dus omringd ben door Brabanders in een vliegtuig. En dat het inderdaad altijd zo is. Dat het altijd een Brabantse familie is die er ligt ook aan waar je naartoe gaat misschien. Maar dat was even wat me opviel. Toen dacht ik, nou, daar ga ik een liedje over maken. Maar verder heb ik niks tegen. Oké. En ga je die vrouw nog verontschuldigingen aanbieden? Dat heb je toch al gedaan? Dat heb ik gedaan. Nee, want het is deed. Dan moet ze maar begrijpen dat het om voor te lachen is. Tuurlijk. Voor mij is het sowieso een heel ver buitenland. Nou, laten we dat allemaal doen dan. We verkopen de hele boel. Misschien wordt Ajax nog een keertje kampioen dan. En misschien zijn we dan nog courant. Voor Ruud van Nistelrooy, Nancy uit Rijsbergen. En
en Pieter van de Hogeband. Ja. Er was niks op tv. Mijn vriendin was weggegaan en ik ging niet met haar mee. Ik had gewoon een flesje bier gepakt. Wat heel fijn naar binnen gleed. Dus die avond, die begon op zich dus best oké. De avond van de moord. De verschrikkelijke moord op Winston G. Ik lag al wat te soezen en toen werd er aangebeld. En buiten brandde er heel fel licht en er stond een camera opgesteld. Wat waren ze ongeduldig toen ik eindelijk opendeed. Maar dat was niet zo gek. Want ik dacht, een camera? Dit is mijn grote moment. Vanavond ben ik live op tv, dus ik denk, dat pak. En ik heb even speciaal even omgekleed. Ik doe open en daar staat hij. Een presentator. Ik ken hem. Winston met die onuitspreekbare achternaam. Winston G. Het broertje van Gaston Starreveld. Alleen is hij veel knapper en geeft hij meestal ook veel meer geld. Hij is een soort nieuwe Robbie Williams van de postcode loterij. En de hoofdprijs van die avond, die viel toevallig net bij mij. En die aanslag, zeg maar die moord, hè? Ja, ja. Is dat nou een soort van diep verlangen of zo? Of hoe moet ik dat nou zien? Is het een diep verlangen? Als je het wel beschouwt, is het de zoektocht naar mijn bevrijding, die ik op wat voor manier probeer te bereiken. En dan in godsnaam maar door een moord te plegen op iemand die mij een grote prijs kon brengen. En wat niet zo blijkt te zijn, wat het dat allemaal oplevert. Maar zoiets, is het er hoofdkrachtig. Ik denk dat ik het in Winston's ogen zag. Ik was de winnaar van een historisch laag bedrag. Ja, dit is best pijnlijk. Ik had je heel graag meer gegund. Maar vanavond bereiken wij inderdaad een historisch dieptepunt. Wat ik heb gewonnen, heb ik niet meer gehoord. Ik heb een flesje bier gepakt en in die gore bek van hem geboord. De cameraman hield me tegen, pakte mij mijn bloede rechterhand en vroeg me, doe dat nog eens op, dan draai ik het van de andere kant. En hoe vaak treed je op eigenlijk? Ik heb de laatste tijd best veel opgetreden. Dit is zo'n beetje de laatste voor de zomer. En dan, het is zeg maar afgelopen jaar iets van 20 keer of zoiets heb ik gespeeld. Weet je, Lucille, ik droom de laatste tijd steeds vaker dezelfde droom, dat ik voor de allereerste keer in mijn eentje fiets zonder zijwieltjes. En dat mijn vader me loslaat en dat ik fiets en dat hij zegt, doe maar ergens, doe maar, word maar alles wat ik niet geworden ben, fietsen jongen, fietsen. En mijn moeder die staat bij de keukendeur en die doet, hoe, hoe, hoe. Dat doen moeders dus altijd als ze zenuwachtig zijn, maar wel een klein beetje opgewonden. Dus in mijn geval. En mijn vader zegt, doe maar jongen, fietsen, fietsen. En in mijn hoofd hoor ik het liedje, nooit meer achterop, olé olé. Nooit meer achterop, olé olé. Nooit meer achterop, nooit meer achterop, nooit meer achterop, olé olé. Wat nu ook in jullie hoofd zit. En mijn vader zegt, jongen, fietsen, rij maar, fietsen. En dat voelde aan als vrijheid, Lucille, vrijheid. Maar ja, vrijheid is achter de lingo, daar ben je nog lang niet klaar voor. En het is vrijheid, Lucille. En voor me zie ik opeens een plas. Het heeft geregend. En ik zie een plas, het is een modderige plas. En ik denk, oké, dat heb ik getraind. En mijn vader zegt, dit is ergens de recht doorheen, jongen. De recht doorheen. Hij wordt een soort commentaarster. Theo Komen, Mart Smeets, Tom Egberts. In één persoon. Tijden beginnen door elkaar te stromen. De druk van 20 generaties van Geeltjes drukt op mijn schouders. En ik denk, ik weet het nog goed. Het was op een camping. Ergens in Brabant. Rijsbergen was het ongeveer. En ik denk, ik ga recht doorheen. Ik fiets en ik ging. Dit is het moment in mijn programma waar ik altijd heel erg toe ben aan een liedje over hoop. Nou, het doel wat ik dit jaar heb gesteld, of dat ik in ieder geval wil stellen, is dat ik eens iemand krijg waar ik in ieder geval die wat dingen voor mij boekt. Dus dat is eigenlijk het enige doel wat ik voor volgend jaar heb. Gewoon spelen, dat ik niet allemaal zelf hoef te regelen. Dat is het doel. En op een hogere bühne, grotere bühne, dat niet? Nou ja, goed, maar dat is de doorgroei naar dat grotere podium, ja. Hoe is het? Carré. Nou, dat is wel erg groot. Dat is wel erg groot. Mag ik wel een tandje minder? Dat is niet erg. Dat is niet erg. Ja. Oké, bedankt. Oké, graag gedaan. Ik ben Peter van Vliet, zakelijk directeur. José Olstoorn, medewerker kassa en zaalwacht. En ik ben Rogier Helwig, ik ben de artistiek directeur van Theatercommissie. Oké. Okay. En hoe bepalen jullie nu de winnaar eigenlijk? Ja, nou, kijk, eigenlijk, het is halve finale. Ja. Dus we bepalen niet zozeer de winnaar als wel eigenlijk wie er afvallen.
En ja, hoe bepaal je dat? Op basis, wat zie je op basis van originaliteit? Hebben mensen kwaliteiten? Zijn ze muzikaal? De acts die we nu net gezien hebben, hadden alle drie liedjes. Dus wat is de kwaliteit van de teksten? Hoe sta je op het podium? Hoe kijk je naar het publiek? Hoe speel je met het publiek? Hoe origineel ben je? Hoe leuk ben je? Ik bedoel, zo plat is het natuurlijk ook. En dat is al heel persoonlijk. Dus wat dat betreft is zo'n juryberaad wel lastig. En zijn er wat favorieten op dit moment? Ja, maar dat gaan we niet zeggen. Ja, dat kan dat nog niet. Ik helemaal... Drie favorieten op dit moment. Ja, drie mensen zien die aan drie favorieten. Dat is een hele zwaar... Maar, dus inderdaad, wordt het veel lachen? Is dat een graadmeter? Of? Ook natuurlijk. Kijk ook naar wat de publiekbeleving is. Hoe de combinatie tussen... De wisselwerking tussen publiek en artiest, dat is natuurlijk wel erg belangrijk, dat het er goed er ook uitkomt. Okay. Als je natuurlijk een doodse stemming hebt en er wordt niet gelachen terwijl de artiest dat wel eigenlijk bedoeld heeft, dan is er iets niet goed. Dankjewel, hallo! Hebben jullie nog een beetje zin in? Ja! Dat kan je niet horen. Hebben jullie nog een beetje zin in? Ja! Hey, mooi zo. Goh, hallo allemaal. Hallo, ik ben Max en ik kom uit Brabant. Ja. Daar kan ik ook niks aan doen. Ik ben zo iemand die inderdaad voor of achter je in het vliegtuig zit. En wees maar blij dat ik niet in de cockpit achter de knuppel zit. En wat vond je zelf van je optreden vanavond? Ik vond me fantastisch. Nee. Nee, ik vond het heel leuk. Ik probeer altijd een beetje een feestje te bouwen, zo noem ik dat dan maar. En dat lukte. Want dat doe je dan met z'n tweeën, dat ben dan ik en het publiek. En dat moet je allebei zin in hebben. En dat betekent dat je eerst kennis moet maken met elkaar en dan ga je wat verder. En dat lukte, het was echt leuk. Ik vond het echt leuk om te spelen. En, dus ik ben heel tevreden. Ja, wat geef je jezelf? Ik heb hier een 8 min. Spannend muziekje erbij, dan maar alsjeblieft. Oké, daar gaat hij in! Kom op! Kom op, en in de motor! En rijtoe! Kom op, meneer, rijtoe! Voelen jullie je nu ontspannen? En heb je dit al vaker gedaan, zeg maar, deze act? Ja, ik heb het al vaker gedaan. Het is wel iedere keer toch weer anders. Ik doe alle kleine dingetjes veranderen. Maar ik heb dit al wel vaker gespeeld. Dat wil niet zeggen dat je niet iedere avond opnieuw moet beginnen. Je echt, iedere keer is het weer helemaal blanco. Ik van niks. En jij moet het iedere keer helemaal doen alsof je het voor de allereerste keer doet. Want anders zien mensen dat en dan wordt het saai. There is something rotten in the spirit of the Elmuak. My uncle killed my father. I have to seek a revenge. To be or not to be. Ophelia, I'm going crazy. Or am I just pretending? Get down! Ja, en je held, your hero, Arnold Schwarzenegger, hoe kom je daarbij? Ja, ik vond het altijd leuk om Arnold na te doen. Hij is zo belachelijk eigenlijk op een bepaalde manier. Ik was vroeger wel echt fan van hem hoor, maar toen was ik 15, 16. En dan vind je dat stoer, hè? Zo'n stoer man. Maar ja, ik weet niet, ik heb altijd de neiging gehad om hem na te doen. En dat kwam altijd vanzelf. En dan meestal op het schoolplein of met vriendjes, weet je wel. En, dus it all comes natural. Zou Arnold dan zeggen. Wat? My horse! A horse! My kingdom for your horse! Be quick now! Ik kan alles krijgen wat je wil. Wat wil je? Ik versta je niet. A horse! Give me a rat! En wat is je doel? Waar wil je naartoe? Ik
Ja, ik wil een eigen soloprogramma. Van een avondvullend programma waarmee ik door Nederland toer. Waarbij ik in alle uithoeken van Nederland kom. En lekker mag spelen voor mensen. Dat vind ik het leukste om te doen. Gewoon het spelen. En als ik daar ooit mijn brood mee kan verdienen, dan zou ik dat heel erg fijn vinden. Dat is mijn doel. Ander doel is een Oscar winnen, maar dat gaat niet meer lukken. Misschien wel. Ja. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. There is a girl her girls the yeah. Cause my baby left me once again. Hoofd, schouders, knieën, yeah. Oh, gaat van, zou die man thuis ook zo praten? En vraag me echt af, dit thuis komt zo van, schatje, fijne dag gehad, oh, gaat vandaag, dankjewel. Het was een hele leuke avond, vond ik. Echt, ja, een hele goede avond. Veel goede artiesten. Leuke muziek ertussen. Leuke one-liners. Ja, gewoon een topavond. Ik was een paar keer te laat met het indrukken van de muteknop, waardoor die dus flink hard over ging sturen. Maar ja, ik ben nog niet heel erg bedreven erin. Ik ben pas begonnen in dit circuit. En met dit soort voorstellingjes hoop ik gewoon wat bij te leren. Mijn voorkeur ging uit voor Max. Vanwege zijn goede imitaties en zo'n leuke spel. Dat was helemaal top. Een hele goede voorstelling. Ja, te gek. Ja, heel leuk. Ja, van tevoren vond ik even mee belangrijker dan zover komen. Ook omdat ik veel speelbeurten wil hebben. En de Kamers biedt dan een moment ergens om te spelen. En dan afgelopen. Geef vandaag en drie dagen terug. Maar ja, ik was toch alweer ook een beetje op afslag. Toch wel nerveus. Ik had wel nog vermoeden dat het wel ging lukken. Maar nee, ik ben echt wel in de zin ook om in de finale toch veel beter dan ik nog vandaag. Vooral dat. Want, en ook omdat de finale mag 10 minuten langer. In mijn programma is niet klaar. Dat wil zeggen, het eindigt met een cliffhanger. Ja, dat probleem met mijn vriendin dus niet opgelost is nog. En ik heb dat einde al bedacht. Dus ik vind het heel leuk om dat te kunnen spelen. Ja, nog op een moment dat het half uur langer mag. 2-10 minuten langer. Ja. Heel goed. Ja. Ja, dankjewel. Wat vond je ervan? Voor mij goed natuurlijk, dus ik was blij. Gehoopt. Ja, ik heb het gevoel dat ik het beter kan dan vanavond. Dus als ik het. Ik ben heel blij dat ik het nog een keer kan doen voor volle zaal. En dan wordt het beter. Denk ik. Zo. Ja, leuk. We staan in de finale. Helemaal te gek. Het is altijd spannend als ze dan hun namen zo noemen. En dan denk je, eerst was het Koen Jutte. En toen werd er geklapt. En toen zag ik nog zo, dacht ik, wat ergens voor Ginkel. Ergens voor Ginkel. Het was ik het hartstikke leuk. Ik vind het heel leuk. Ik vind het vooral ook ergens in zijn vriendsmaak. Om daarmee samen in de finale te staan. Dat is erg grappig. En ja, ik vind het gewoon leuk om nog een keer hier te komen. Want ik vond het vanavond ook te gek, wat ik al eerder zei. En nou, ik hoop dat er zaterdag iets meer publiek is, want dat is voor mij altijd gunstig, want dan kan ik nog meer knallen. Nog meer kijken of ik de mensen aan lachen kan krijgen. Ja, ik heb er zin in. Maar nu ben ik al meteen bezig met wat ga ik zaterdag doen? Moet ik nog dingen veranderen? Wat ging wel goed? Wat ging niet goed? Dus het is altijd een heel kort moment van euforie en dan komen alweer de zorgen. Nou ja, zorgen niet, maar een soort van dat je er mee bezig bent. Dus, maar ik heb er heel veel zin in. Ik vind het echt te gek dat ik vind het een leuke plek om te spelen. Vorig jaar ook meegedaan. Kwam ik in de voorronde, mocht ik meedoen met de kwartfinale, maar toen kon ik niet. Ik kon er niet onderuit en nu sta ik in de finale. Dus dat ligt helemaal op schema.